een ruzie tussen de twee grootste Oranjestraten in Nederland. De Marktweg in Den Haag en de Ahornstraat hier in Breda. En het zou allemaal draaien om deze oranjeballen. Vertel even, Jamie, waarom is de Ahornstraat nou de Oranjestraat van het jaar? Zoals je ziet zijn we echt al ver op weg met alles oranje in te pakken. We zijn ook lang niet klaar. We hebben ballen, we hebben oranje verlichting in heel de straat. De huizen worden oranje ingepakt. Ja. Je kan het zo gek maar niet bedenken of het is er. De verlichting alleen al kost al 10.000 euro. Ja, wat is je zo bijzonder aan de Marktweg? Leg even uit. Multiculturele wijk, samenhorigheid. Toen wij het al 34 jaar doen. 34 jaar lang doen we al stratenversier, want we hebben een straat hierachter gewoond. Juist. Dus we weten waar we over praten. Juist. En dan is er nu heel veel te doen om de verlichting ineens. Ja, verlichting. Ja. Yo, luister, het heeft met oranje te maken. Kijk, we hebben toevallig verlichting omdat wij een sponsor hebben al jarenlang. Ja. Die sponsor ons licht. En dat hadden we in 2001, 2022 en in 2021 hadden we ook verlichting. Ja. In Breda zeggen ze dat jullie de boel nadoen. Nou, dat vind ik heel knap, dat zou ik zeggen, ja. Nou ja, als dat zo is, dat zal zo wezen. Maar laat ze even googelen. Ja toch, je hebt internet, googelen via Marktweg Oranjestraat. Kun je archiefbeelden zien, ja. Hoe lang wij de verlichting al hebben. En dan is er nu heel veel te doen om die verlichting, geloof ik, hè? Ja. Jullie hebben hier allemaal ballen hangen. Ja. En de Marktweg in Den Haag zou dat dan nadoen? Ja, dat dachten wij wel eigenlijk een beetje, maar we hebben een beetje ons huiswerk hebben we wel een beetje gedaan. Ja. Maar zagen we foto's in 2021 dat hun ook wel ballen ophangen. Ja. Maar die zijn natuurlijk niet zoals hoe dat je het hier ziet. Nee. Dus ook een beetje mijn excuus richting Den Haag. Je gaat de ruzie nu een beetje afzwakken? We spreken wel over een gezonde rivaliteit natuurlijk. Ik heb ook gewoon heel veel respect voor Den Haag dat ze dit doen. En ik denk hun ook wel voor ons. Ja. Maar zij hebben nu ook van die ballen. Ja, en wij hadden ze al 6 of 7 weken eerder hebben we ze al opgehangen. Ja. Maar kun je verzekeren dat ze niet dezelfde ballen hebben als wie wij hebben en qua verlichting ook niet. Dit over joh, het gaat ineens een ruzie om verlichting ineens, Danny. Ik weet het niet, het lijkt wel een stel kinderen, ik weet niet waar het over gaat, maar weet je het is, wij gaan lekker door met de straat, ik ga me echt niet druk maken over een andere straat, want weet je het is, als ik me eigenlijk daar druk over moet maken, dan mag niemand geen vlaggetje meer neerhangen, want wij waren dan de eerste die oranje vlaggetjes neerhangen. Ja, dat doet ook iedereen, zeg jij? Ja, dat doet iedereen na, ja dat mag dan niet dan toch? Nee. Wat is er zo speciaal aan die ballen? Wat is er zo speciaal aan de bal? Ja, het geeft een hoop verlichting. S'avonds komen er mensen door de straat te rijden, echt met fietsen, filmend. Het is gewoon een attractie geworden, zeg maar. We doen allebei doen we ons best. Allebei de straten doen we ons best. En daar in Den Haag is het ook gewoon hartstikke mooi. En hier ook. Ja, wat is het verschil? Je bent wel politiek correct nu, Jamie. Ja. Zeker. Danny, wie gaat dit nou winnen dit jaar? Het begint wel een beetje een strijd te worden op deze manier. Als ik heel eerlijk ben, gaat het bij ons niet om de eerste plaats meer. Want wat wij allemaal gewonnen hebben, dat gaan we zelf nog ineens meer winnen. Dit doen wij echt voor Nederland, voor onze buurt, voor Den Haag, voor de jongens uit Den Haag. Want laten we eerlijk wezen, alle straten in Den Haag gaan maar rondrijden. Den Haag steekt echt boven de level, boven iedereen uit.